Dat is de vierde manche alleen doorslag tegen. Zo zit het in elkaar met vier manches. Ja, we vonden hier dus met Lekker Kola-sluiter Ronk van Kerkhoff en Sam van Dommelen. De Sterkerman heeft gezegd dat het een zin van 160 jaar. Dit stout gaat hier van alles over aan de lijn op zijn thuisbaan. En dan heb je voor de mannen zijn kleine vriendrijdkampen van de opstukjes. Kiao van Vlummen. Van Vlummen is de plaats in de tweede wat nog even tegen de tweede. En die de tweede van de Ronk van Kerkhoff. De plaats in de drie en de tweede. Met trouwens ook autowit, is de kopman in de eerste hier aan Niederlijn. Die staan op dit moment in handen van Nijverdal, Emiel Ravensos. Ravensos die gaat nu aan 3 en dus voor Harry Lundsveen. De tweede doorkant voor de 4. Aanleiding onze vriend nogmaals. Ravensos uit de lucht voor de losput is aanleiding op plaats nummer 2 van de stof autowit. Niet van vier dames, en we moeten altijd aan de afval dames in de huis zijn gemaakt van deze vier. En dus het zijn er drie door naar de finale. We gaan kijken wat Tuss van opgaan met de Rona Fransen, de journalistenfransen, de Rona en Sisa Tuss. En ook Rick van Kokstoning in het gezelschap aanwezig is. En nu is het Rona Fransen die hier aan de lijn gaat. Die pakken die eerste plaats opnieuw en die gaat daarmee in ieder geval orde op zaken stellen om zeker in die finale aanwezig te zijn. Maar met deze twee eerste plaats op dit moment in koers. Lijkt er op dit moment mijn mondje aan de lucht. We zitten in de goede plaats op de twee Amazonen op de thuisbaan. Ik denk papa moet dat de link van Boksel zijn. Vervolgens plaats op de tweede plaats op de tweede plaats. De plaats op de drie is Pietzelmas. En dan de tweede voor de vierde plaats op de vierde plaats. Pietzelmas in de Pietzelmas op de tweede plaats. En dan de vierde plaats op de tweede plaats. Voel je wel. De tweede plaats op de tweede plaats. Dan komt zo'n plaats voor de twee. Jullie boot die hier aan de leiding gaat. Komt uit Gelderlandsen. Even kijken met de intentions. Zodat de Roepsprint sterk. En dan weer eens een keer in de bootjesstap. Dan gaan we dan vier mannen weer op afgaan. Komt uit voor de Nederlandse defensie. In de scheepvaart. Voor de marine vetzij. En werkt ze dan door de week. En dat is het principe. Toen ben ik weer een poosje aanwezig. Maar hier in. Even kijken. En dan zo is er weer een wijze van mee te doen. Aan de provinciaal Brabantstad. Dat is een goede
Roosmalen, Brenker Hoijstad-Breijen, Janko Janssen, Esma Langerooy en Kevin Dollevoet. Dollevoet, even kijken hier aan de buitenkant in gevecht met de 235 is Sven Hoijstad. Hoijstad die ook een vlak verloren, maar Robin is aan het einde in de eerste mars. Die werd naar de volgende maand over de nummer 3. Thank you.
door de grote vier. Dit is net nummer 28, hier met Aan Kassenburg, maar hij is ook een man van de lijstje. En Aan, en hij kan het aanleiding achterbeurt voor zijn DNA's. En dat was een mannetje die hing nog eens een keertje aan. Die opnieuw op plaats nummer 6. En dan lijkt hij hiermee afvallen. Er zijn de andere 5 heren. Dat ook terug op 6 en die mag ook Tim Roker. Tim Roker die uitkomt voor het Stichting Premix Dream Team. Die komt op plaats nummer 5. Die zit er nog goed. En dan de man die vroeg zich 266, Brittany Park uit Apeldoorn. En de andere heren die zijn in de finish. Dus je goede kwalificatie nogmaals gaat presenteren. Onze finales. De nummer 29. We wordt zo meteen red voor de strijd om tickets voor halve finales. Met dames en heren van Koning Kwalstad en zo doen we dat. En dan gaan we kijken nog maar een hele leuke rit. Dus ik ben een heel veel pakken. Ja, drie paal daarvoor. Eén ticket en wat drie tickets. En die hebben ze bijna allemaal al in de pakken. De kleuter volgens mij wel. 2-2-7 en ze doen maar een paal pak van de week. En ze losse kaart ze door 2. Ze doen maar in 3 even kijken. Blijf onze vrienden bij de afgelopen zijn. Ik heb Kwalstad. Rico Stol van der Leij, Jansen Stol van Tussen en Paas. Dus dat is de rechterkant. Zit mooie vrouwen, zit een politie van der Leij. En van Paas van der Leij gaat de rechterleiding. Met voetbal 2. Want Goedel, moet ik zeggen, Goedel zal dat er zo'n vissen zijn. Die op alle broek stil zijn. En dan zien we het samen van 9-4 voor Rico. Het zal niet genoeg zijn, alleen de beste 3 gaan door. De rol van de jongen tussen die vier zes van de Zolaai hier in Kietslossen zie ik in Anja van Grenzen al die jaren ook al meetrappen van Grenzen hier is. Dus de achterbaan op zijn thuisbaan weet natuurlijk waar de trucjes zitten om een andere moeilijk te maken. Priester van de slachtoffer van de hele 81 en de Priester doet dat terug naar 4 en het is dat niet genoeg. En dat Grenzen zit hier in die top 3 achter Prats en achter Priester voor de kwalificatie dus voor halve finales. Hier komt de grootste station van de Yeah.
Thank you.
Thank you.